zijn goede maatjes over. Ja, het is natuurlijk een nieuw persoonlijk record voor Hein Vergeer, dat mogen duidelijk zijn, want zo snel had hij nog nooit gereden. Onder de 38,5 was hij nog niet, onder de 38 was hij nog niet geweest. 37,79. Hein Vergeer doet mee naar de 500 meter. Dat is een geruststellende gedachte voor de rest van dit toernooi. Daar kunnen we in ieder geval mee verder. Verder kunnen we ook met Michael Hatjiev, de man in dat blauw-witte pak rechts in uw beeld, startend in de binnenbaan zometeen, tegen Geir Karlstad, de flyer, de steer uit Noorwegen. En oh, als die man er ooit in zou slagen om een, laten we maar voorzichtig formulerend zeggen, een acceptabele 500 meter neer te zetten, dan wordt hij levensgevaarlijk voor het eindklassement. Want op de langere afstanden heeft hij ook dit seizoen aangetoond de absolute sterkste te zijn op de 5 zowel als op de 10 kilometer. Maar ja, Karlstad laat het altijd zitten op die 500 meter. Die beheerst hij niet goed. Hij heeft geen sprintvermogen op die korte afstand. Hatjiev heeft dat wat meer met zijn persoonlijk record van 38,75. Valse start voor de Oostenrijker. 38,75 heeft Hatjiev dit seizoen gereden. De snelste tijd die hij ooit gerealiseerd heeft. En daar even een tussenklassementje na twee ritten. Vergeer prachtig in het spoor gebleven. Verliest een halve seconde op Buljajev op de 500 meter. Nou, ik vind het toch netjes hoor. 37,79. Een uitstekende uitgangspositie voor de titelverdediger. Voor Hein Vergeer. Hatjiev, de nummer 2 van het Europees kampioenschap in Trondheim. Ook hij was toen voor Vergeer. Goed gestart nu. Hatjiev in de binnenbaan. En ja, op weg naar een ritzegen normaal gesproken. Want nogmaals, Karlstad is niet een man voor de 500 meter. We kijken naar de opening van Hatjiev in 10-3. 11 rond voor de Noor. 10-3 is een fractie langzamer dan de openingen van Guljajev en Vergeer. Die allebei in 10-2 over de eerste 100 meter doorkwamen. En ook Hatjiev heeft dus die gunstige binnenbaan gelood als startpositie. Hetgeen betekent dat hij op volle snelheid de laatste buitenbocht mag lopen. Dat is een voordeel, want als je met die geweldige snelheid die laatste binnenbocht moet lopen, dan kom je er wel eens wat ruim uit. En dan verlies je daarmee wel eens een fractie van een seconde. We gaan kijken naar de eindtijd van Michael Hatjiev. Royaal de ritwinnaar, 38,34 om 40,05. Voor Geir Karlstad, 38,34, daarmee is Hatjiev toch een klein beetje op achterstand gezet. Maar hij moet het ook niet hebben van die 500 meter, dat is niet zijn beste afstand. Hij blijft meedoen, maar verspeelt toch ja, redelijk ten opzichte natuurlijk van Guljajev en Vergeer. Ten opzichte van Guljajev al meer dan een seconde. En Karlstad, boven de 40 seconden, ja, ik vrees dat we voor het klassement afscheid van hem moeten nemen, nu al.